Hey, welkom allemaal. Dit is Jordi, ik ben Tim. Welkom bij een nieuwe workout of the day. We gaan hem vandaag iets anders doen als dat we gewend zijn. Dus we hebben wel verschillende oefeningen. Alleen die oefeningen gaan we vloeiend achter elkaar uitvoeren. Waarbij we elke positie 10 seconden ongeveer vasthouden. En dan kun je deze serie, we gaan hem 2 keer doen. Die zou je daarna zelf ook nog 2 keer kunnen herhalen als dat je wil. We hebben geen muziek op staan, maar wil je toch muziek gebruiken bij de training? Zet gerust achtergrondmuziek op en kom mee aan de slag. Zeker. Klaar voor? Ik wel. Ja, ja, yes, zeker. Oké, nou dan gaan we beginnen. Kom staan in de squat positie. Armen mogen naar voren komen. Hier houden we hem dus in eerste instantie 10 seconden vast. Zometeen, als we omhoog komen, dan nemen we rechtervoet mee omhoog. Oké? Kom rustig omhoog. Rechtervoet komt mee. 10 seconden houden we hem vast hier. Je mag de handen in je zij zetten. Je mag de armen naar de zijkant houden om betere balans te kunnen houden. Voor de volgende oefening stappen we deze voet zo meteen naar voren uit. Dus rechts komt naar voren. Grote stap. En houden we hem vast in de lunchpositie. Ook hier houden we hem 10 seconden vast. 90 graden in beide knieën. Oké, nou komt de linkervoet los. Kom omhoog, strek je armen naar voren, maak een rechte lijn vanaf je vingertoppen tot aan je voet. Hou vast, stukje balans. Dan gaan we terug naar de vorige positie, dus stappen we terug in die lunge. Rechtop met het bovenlichaam. Voeten staan ver uit elkaar, spanning begint zich wat op te bouwen in het bovenbeen. Dan gaan we met de voorste voet afzetten. De voet komt omhoog, terug naar de balans. Dus dezelfde manier gaan we weer terug. Ook hier, handen in je zij is prima. Armen naar de zijkant mag ook. 90 graden in de knie. Nou probeer je die knie 90 graden gebogen te houden, terwijl dat we terug gaan naar die squat. Nou hebben we 1 kant gehad, 1 serie gehad. Nou gaan we direct hetzelfde doen zometeen, alleen dan aan de andere kant. Dus haal je linkervoet los van de grond, 90 graden en een stukje balans. Als het goed is merk je dat het rechterbeen wat zwaarder is, wat vermoeider is van de serie van zojuist. Maakt het al gelijk lastiger om de balans te houden. Linkervoet stap naar voren uit, 90 graden gebogen houden, rechtop met het bovenlichaam. Goed blijven ademhalen, neus in, mond uit. Als het goed is merk je dat het al wat zwaarder, wat lastiger begint te worden. Nou, stap achterste voet bij, kom omhoog, maak jezelf lang. Balans. Je gaat zo ver als dat jij kan, dus merk je dat je iets minder ver kan, dat is geen probleem. Als je een mooie rechte lijn kan maken, dan laat dat maar eens zien dan. Maak er dan eens een foto van en zet hem online. Gaan we weer terug naar de lunchpositie. Zet de voet ver naar achter neer en buig de knieën. Achterste knie is dus dicht bij de grond. Niet te veel omhoog. Blijf dicht bij de grond. Linkervoet zetten we af. Komt omhoog naar de balans. Probeer hem gebogen te houden. Blijven ademhalen. Neus in, mond uit. Hou hem gebogen, terwijl dat we terug gaan naar de squat. Oké, nu hebben we de serie 1 keer rechts en 1 keer links gehad. Dit doen we nog een keer. En daarna mogen jullie dat, als jullie willen, nog een keer erachteraan plakken. Dus we komen weer met de rechtervoet omhoog. Balans. Zo maak je het makkelijker. Zo maak je het moeilijker. De voet stapt naar voren, grote stap, 90 graden in beide knieën, romp is goed rechtop, als het goed is bouwt zich nu wat sneller de spanning in het bovenbeen op. Achterste voet stapt bij, maak de balans, 1 rechte lijn. Blijf goed de buikspieren aanspannen. Armen mogen ook in de zij blijven om het minder belastend te maken voor de onderrug.
Stappen we weer terug naar de lunge. Ga voor die diepte. Dat merk je wel, hè? Hartslag gaat er dan ook. Benen voel je ook. Ja. Jullie thuis ook wel, denk ik. Maar we gaan nog even door. Zet jezelf af. Kom terug naar de balans. Knieën omhoog. Als het goed is, wordt het steeds lastiger om die balans te houden. Nou, probeer eens iets langzamer terug naar beneden naar die squat te zakken. Langzaam door de knie. Hij blijft gebogen. Terug en hou vast. Hou die spanning. We hebben de serie nog één keer te gaan aan de andere kant. Dus we halen de linkervoet halen we los van de grond. Knie goed omhoog. Adem door de neus in, door de mond uit. Stappen we met links een grote stap naar voren. Ook hier mooie 90 graden in beide knieën. 90 graden hier. Schouders recht boven de heupen. Knie onder de heupen. Dan gaan wij rechtervoet loshalen, afzetten en lang maken. Hij wiebelt, hè? Hij wiebelt op hier, ja. Dan gaan we terug naar die lunchpositie. Knie goed dicht naar de grond toe. Ook hier zo meteen bij het afzetten. Probeer die voorste knie 90 graden gebogen te houden. Kom maar, zet hem af. Dat is lastig. Stukje uitdagender. En dan gaan we ook hier gaan we weer zo meteen langzaam terug naar beneden. Voorste knie probeer je in 90 graden gebogen te houden. Kom maar. Gaan we gebogen. Terug naar die squat. Hou hem nog even vast. Kom rustig omhoog weer staan. Als je wil, schud de benen even los. Nou, dit was dus twee series aan de rechterkant, twee aan de linkerkant. We hebben ze afgewisseld. Als jij dat prettiger vindt, mag je er ook voor kiezen om bijvoorbeeld twee series aan de rechterkant te doen. En dan twee series aan de linkerkant. En als je wil, mag je deze training ook nog een keer herhalen. Goed voor de beenspieren, goed voor de balans. Goed gewerkt, heel veel succes. Succes. En tot de volgende keer.